Het prachtige weer zorgt ervoor dat het veld rond de Ruïnekerk in Bergen al snel volloopt met nerveuze kinderen en opgetogen ouders. Hier wordt duidelijk dat het Sinterklaasfeest nog springlevend is. Om het wachten wat te veraangenamen is er een band die samen met de kinderen Sinterklaasliedjes zingt. Als de kleintjes slapen, komt de goede Sint, die de brave kinderen het allermeest bemint. Paardjes zwaar beladen, voert hij met zich voort, en zijn fiets vertelt hem wat hij heeft gehoord. Sinterklaas is jarig, ik zet mijn schoentje klaar, ik hoop dat hij het voldoet, met jou wist ik het maar. Hier zet ik wat water en wat hooi voor het paard, want dat trouwe beestje is dat heus wel waard. Steeds meer Pieten verschijnen er op het podium, en dan eindelijk, na lang wachten, is daar de Sint. Nou, daar is hij, jongens! Dag, lieve kinderen allemaal. Wat ben ik blij dat ik hier sta. Dag, lief. Hoe is het met jullie? Het gaat heel goed met ons, Sinterklaas. Ja, ik hoorde het al uit de verte. Maar we vonden het wel heel een beetje spannend eigenlijk. Ja, ik ook. Ja? Ik vind het altijd spannend. En lieve kindertjes en ouders, wie heb ik hier naast me staan? Wie is die mevrouw? Ja, wie is dat? Dat kan harder. Dat is de vrouw, nee, niet de vrouw van Sinterklaas, dat kan niet. Dat is de burgemeester, ja. Dag Sinterklaas, heeft u een goede reis gehad? Geweldig. Was wel even spannend gisteren met de stoomtrein, hè. We zaten even vast, maar Sinterklaas had zelf de oplossing, hè. Een klein stukje naar achter en dan weer vooruit, ja, heel goed. Wel uw paard. Ja, ja, maar die is ook weer terug. Ja. Ja, en het paard was even kwijt, hè. Ja, maar de trein ging ook zo hard, lieve kindertjes. En waar is hij nu? Weten jullie dat? Hij is even rusten in Schorel, hè, bij de manege. Want hij had het gisteren zo erg druk gehad. Ik geef weer even het woord aan de burgemeester. Dag Sinterklaas, weet u wel dat we allemaal ontzettend blij zijn dat u er weer bent vandaag? Ja, en dat is wederzijds, burgemeester. Sinterklaas komt altijd eigenlijk het liefst in Bergen. Met alle kinderen uit Bergen, uit Schorel, uit Alkmaar en uit alle omstreken heet dat. Hè. Lieve kindertjes, gisteren in de middag, toen ik aankwam in, waar was het ook alweer? Ik hoor het niet. Oh ja, in Apeldoorn. Oh ja, want ik was het vergeten. Jij was het vergeten, Piet. Ja, oh kijk hier. Hoe is het met je? Oh, dat denk ik ook. Ja. Toen heeft iedereen zijn schoentje mogen zetten. Klopt dat? En het is vandaag zondag. Zullen we dat vanavond nog een keer doen? Ik hoor het niet. Oh. Ja, nou, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Omdat de burgemeester met pensioen gaat en dit haar laatste Sint-Nicolaasfeest als burgemeester is, wordt ze door de Sint nog even in de bloemetjes gezet. Daarna neemt hij afscheid en vertrekt naar het Sinterklaashuis in Schorel. Dag, dag, Zwarte Piet, dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons afscheid. Nog één keer, dag Sinterklaasje, dag, 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 Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons afscheidslied.